Hey, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. Op zondag 5 februari is het jaarlijkse klunen hier achter mij op de Grote Markt. En ik wil graag van u weten, weet u wat klunen is? En bent u wel eens wezen klunen? En gaat u dan verkleed? En weet u ook van het goede doel rondom klunen? Vraag op Straat, vraagt het aan u. Ja, misschien wel. Ja. En is dat dan de eerste keer of ga je ieder jaar? Nou, ik ben wel vaker geweest, ja. Ik ga nooit klunen. Nou, ieder jaar. En zowaar mag ik sinds een paar jaar meehelpen met de organisatie. Zit ik in de organisatie, beter gezegd. Dus je zit in de organisatie? Ja. Ja, dus dit jaar gaan we zeker ook zelf een beetje klunen natuurlijk. Maar met name ook gewoon werken. Ik heb het wel gedaan, maar dit keer kan ik niet. Moet ik werken. Maar normaal gesproken ga ik wel. Ik heb er wel van gehoord, maar 5 februari wordt mijn eerste keer. Nee, ik ga dit jaar niet klunen. Maar ik ga zoals elk jaar gewoon werken met klunen. Heb je wel eens gehoord over het goede doel wat achter klunen zit? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Nou, klunen is een kroegentocht in de Friese Elfstedenstijl. Je gaat 11 kroegen langs, is het idee. Er doen in totaal 24 kroegen mee, dus je kan zelf kiezen. Je krijgt de klunkaart mee, overal moet je een stempel halen en ondertussen carnavaleske inval. Dus je gaat lekker verkleed over straat. Met je klunkaart sponsor je ondertussen ook nog een lokaal goed doel. Zo is het allemaal win-win en dat is een mooi feestje. Ja, dus dan moet je dat eigenlijk gewoon doen. Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Dus eigenlijk voor het eerst dat ik dit hoor. Ja. 2 kaarten toch? Ja, 2 kaarten dan. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd of u gaat klunen, of dat u weet wat klunen is en of dat u het wel eens gedaan heeft. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.